Uiteindelijk hebben meerdere mensen, ook ik, uitgesproken dat het mooi zou zijn als ze er nog wat van zou maken. En nu pakt ze die kans en dan vind ik altijd dat ze het af moet maken. Ja, tuurlijk. Ja, dat vind ik ook. En daarna is het ook echt mooi geweest, hoor. Maar weet je, stop op jou. Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Echt niet. Maakt me echt niet uit, zeg maar. Ja, je zit alleen weer, zij weer met vier. Of we zijn nu met vier, dus zij zouden iemand op de bank kunnen zetten. Nou ja. Wij kunnen er twee. Lexie zei vandaag tegen me, maar dat was vandaag. Dus dat is nu al waarschijnlijk weer anders. Zeg je, ja, nee, ik wil alleen nog maar stemmen verdelen. Nou ja. En, Milena, die, ja, die stemt ook liever niet. Zou het publiek er vanaf nu bij komen? Er moet toch iets gaan veranderen? Het is tot op heden nog niet zo geweest. Dus we kunnen er alleen maar vanuit gaan dat het niet zo is. Eén was niet, toch? Dat weet ik niet, volgens mij niet. Wat wil jij, Ger? Is. Wat? In één stemde het publiek ook mee, richting de finale? Nee, ja, maar al vanaf het begin af aan. Oh, en het was altijd bij de negatieve stemmen. Werden er ook gewoon paspoorthouders, weet je wel. Kreeg ook gewoon een zwarte stem. Echt? Ja. Oh, misschien dat dat nu erin komt. Dat zou heel goed kunnen. Ja, kan. Nou, Ger, wat wil jij? Ja, een Lex of een... het allerliefste wil ik Brandon er nog steeds uit knikkeren. Maar moet ik even kijken wat de juiste planning daarvoor is. Dat heb ik het liefst. Dat hij weggaat. Ja, wat de keuze ook is, er moet genoeg draagvlak voor zijn. Ja, en we moeten wel een plannetje maken waar iedereen zich goed bij voelt. 2, 4, 6. Ja, heel eerlijk. Als Milena haar opleiding daar nog mee bezig is, ga ik niet op haar stemmen. En dan blijven eigenlijk mijn stemmen vaststaan. Dus ik ga niet veranderen. En hoe spijtig, hoe erg ik het ook voor Maris vind en waarschijnlijk voor jou, is dit wel mijn keus. Ja, dat is prima. En ik kan hem goed verantwoorden voor mezelf. Dus, en dat ga ik ook gewoon doen. Ik vind het ook prima als iemand anders naar huis gaat, hoor. Maar ja. Ik zal wel... Dus kijk, jullie kunnen wat met die informatie doen, maar dit worden wel mijn stemmen. Ik ga niet anders stemmen. Deze aankomende ronde. Want ik... Ja, nogmaals, ik heb er mijn goede redenen voor waarom ik het ga doen. Dat hoeft ook niet. Ja. Ik vind ook niet op dit moment tenminste dat we op Milena moeten stemmen. Ja. Kijk, tenzij nogmaals als haar opleiding klaar is en ze is ook echt klaar naar zondag, dan ga ik erover nadenken, want dan is het misschien fijn voor Lex om hier nog wat langer te zijn. Maar ik merk ook gewoon dat ze steeds meer moeite krijgt met dit spel. En ze steeds raardere dingen gaat doen ook. En dat is gewoon de situatie hoe het is. En ik kan hem gewoon goed veranderen. Maar al is Milena morgen klaar met de opleiding en zouden we volgende week gaan stemmen, dan alsnog is het goed voor haar en voor de toekomst om nog even een week te laten zien wat je nou eigenlijk geleerd hebt. Ze staat wel in de picture nu, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Ja, en daarom is het hartstikke goed voor haar om in ieder geval nog even een weekje of twee weken langer te blijven. Ja. En als ze er genoeg uit heeft gehaald, dan is het een mooi moment om weg te gaan. Ja, ik denk ook dat ik op Lex het beste kan. Bren is misschien nog niet de juiste. Dan moeten we het wat minder zijn, denk ik. Kijk, weet je wat het is? Als je met 6 mensen ze goed verdeelt, dan kan je dus weer 2 mensen 9 stemmen geven. En even ervan uitgaande dat het Milena allemaal geen flikker uitmaakt en dat ze weer komt van, joh, wat kan ik het beste doen? En als Lex dan wel vol op iemand zou gaan met de andere mee, dan zouden ze dus ook 1 iemand 9 stemmen kunnen geven. En doet Lex dat niet en stemt ze dus 1-1-1, dan zouden ze dus weer niemand op de bank zetten. Ja, maar als Maris graag op Milena wil, zou je er ook voor kunnen kiezen om Milena en Lex op de bank te zetten. Maar wel met z'n allen de afspraak maken dat je dus de dag daarna Lex naar huis stuurt. Ja, ik ga in ieder geval op dit moment Milena nog niet naar huis sturen. Nee, ik ook niet. Ik vind het niet erg om er... Ja, ik voel er ook eigenlijk niet... Nee.
Ik voel eigenlijk überhaupt niet zo heel veel voor om haar op de bank te zetten. Ik ben bang dat ze er misschien een beetje... Maar dan is ze er wel gelijk weer klaar mee, denk ik. Ja. En dat is wel begrijpelijk. Michel en Bren. Ja, in principe maakt het niet uit. Michel weet ik nu niet. Ik zou niet weten of Michel anders moet gaan. Ik denk dat ik Michel misschien dat ze me niet op de bank zet. Waarom niet? Nee, die mag gisteren bedankt dat ik er hier hield. En, bij mij soms ook te janken en nu kijk ze me niet meer aan. Daar zou ik niet van uitgaan. Weet je, en zij en Brandon willen allebei ver komen, dus die moeten wel samenspelen. Ja. En ik denk, Brandon zou dan in dat geval alleen op jou of Ger kunnen stemmen. Dus dan zou Shell daarin meegaan. Ja, Brandon zou niet op mij stemmen. Nee, maar op ons alle vier niet. En Shell gaat er dan niet mee en hoogstwaarschijnlijk als er drie woorden tegen Lexi worden gezegd, zegt ze is goed. Schrijf maar op. En daarna weer huilen. Het is de grote vraag hoe lang het voor de stemming gebeurt. Mm. Als ze vanavond met een borreltje op dit soort gesprekken gaan voeren, dan gaat het niet meer gebeuren. Dan heeft ze morgen spijt. Ik kan er zo weinig mee. Kijk, weet je wat het is? Eigenlijk maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Hè? Zolang wij maar... We kunnen ook allemaal oplezen. Snap je? Maakt ook geen flikker uit. Als je maar gewoon met elkaar afspreekt dat de volgende dag zij ook naar huis gaat. Maar daar gaat het om die tweede dag. Ik denk alleen niet dat ik me daar heel goed bij voel. Ik ga dat ook niet. Nee. Als ik op Lex ga stemmen, dat is een beetje raar. Maar jij wil per se op Milena? Ja, ik heb met haar mensen verder hier. Ja. Met haar en met Brandon heb ik niet veel. Ja. Brandon communiceer ik überhaupt niet. Naar huis sturen. Wil jij graag dat wij in de finale komen? Ja, dat heb ik toch al eerder tegen je gezegd. Dat blijf je vragen, maar... Nee, dat heb ik al heel vaak tegen je gezegd. Wij, zeg maar. Dat heb ik al heel vaak tegen je gezegd, ja? Oké. Hoezo? Is dat niet duidelijk dan? Nee, nee, weet je wat het is? Kijk, Maris die hoeft niet per se bij de laatste vijf te komen. Mm-hmm. En... Dit zijn wel allemaal van die momenten dat ik tenminste, hè, dat is hoe ik erover denk en daar mag iedereen anders in zijn. Dan is het wel belangrijk om in ieder geval te zorgen dat onze plekken veilig zijn. Mm-hmm. Jullie kunnen ook... Maar ik denk toch dat het niet zoveel uitmaakt. Want als wij uiteindelijk eentje op de bank zetten en stel voor zij zouden dat ook doen, is het toch geen man overboord? Nee, dat zeker. Want in principe... Het maakt ook niet uit. Nee, als we met z'n allen op Lex gaan, dan is het ook... En stel voor iedereen zou dat doen. Dat is ook prima. Want uiteindelijk zet zij iemand daarna. En... Ja, en toch is dat dus niet helemaal zo, hè. Je hebt er maar vier deur. 2, 4, 6. Maar we kunnen toch ook gewoon mij op de bank zetten? Nee, tuurlijk niet. En dan stemmen jullie gewoon voor mij? Ja, en dan heb je maar net een publiekstem nodig. Of weet ik veel wat voor element. En dan leg je eruit. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat doe ik echt niet. Tuurlijk niet. Maar, en dat is ook niet handig, want dan heb je geen positieve stem voor de volgende dag. Kijk, dat maakt ook geen reet uit, maar als je in een luxe positie zit, wat ik vorige keer al zei, om met dit groepje twee mensen op de bank te zetten, ben je natuurlijk gek als je het niet doet. Wil je het niet doen, ook prima. Ik kom zeer waarschijnlijk niet op de bank, maar Maris of Ger wel. En dan hoeft er maar één gek ding te gebeuren. Je weet niet hoe die finale loopt. En dan liggen even jullie eruit. Ja, als twee positieve stemmen. En dat is dus wat ik bedoel met hoe graag ze wil dat we in de finale komen. Snap ik ook. Snap je? Ik heb het minst met Milan. Ja, dat snap ik zelf ook. Maar ja. En daarom zou je wel, als iemand heel graag op Milan willen stemmen, zou je haar wel voor de sier op de bank kunnen zetten. Wat niet helemaal fair is natuurlijk. Maar goed, dat zou je dan tactisch kunnen doen. Om vervolgens Lex naar huis te sturen. Ja, maar als er positief gestemd moet worden, bijvoorbeeld stel dat ze wel Ger op de bank zetten tussen Ger en Lexi, dan stemt Milena ook voor Ger om hier te blijven. Ja. Ja, gaan ze voor Ger. Oh, wauw. Een beetje mooi met je shirt. Ja. Ja, mooi, ja. Misschien gaan ze wel voor mij, maar dat zei ik vorige week ook al. Nee. Waarom zo? Dus? Ja, ik denk heel eerlijk dat iedereen zijn eigen pad gaat kiezen. Ja? Ja. Ik denk dat Shelly haar eigen pad gaat kiezen. Dat Brandon. Shell en Brandon hebben tot op heden bijna altijd hetzelfde gedaan, toch? Ja, maar dat kwam omdat de schakel daartussenin Andrea en Jordi waren. En ik denk dat zij zelf gewoon hun eigen keuze gaan maken. Ik denk dat Shelly ook weet, want
Dat ze het gewoon, dat ze haar eigen keuzes gaat maken. Ja. Dus ik denk heel erg eerlijk dat het allemaal geen pact gaat vormen. Maar dat is meer mijn mening daarover. Als iedereen los vlodders gaat schieten. Ja. Dus dat het allemaal mensen, verschillende mensen drie stemmen erop doen. Ja, ja, dan zou dus eentje mee moeten gaan met Maris om Milène in ieder geval 6 stemmen te geven. Want anders krijg je 3-3-3 en eentje van 9 of 12 of zo. Stel nou dat ze 3 mensen met 2 stemmen op de bank zetten. Ja, dat kan. Personen. Maar dat kan dus niet. Want als, als Maris 3 op Milène doet, dan kan dat niet. Maar het zou wel kunnen van... Er zouden wel nog 2 met 3 bij kunnen zetten. Ja. Maris, heb je er moeite mee? Waarmee? Met dit? Ik moet het even laten bezinken. Ja. Ja. Maar dat zei ik gisteren al tegen je. Ja. Ja. Komt te dichtbij. Nee, maar ik wil het even laten bezinken, zeg maar. Maar überhaupt het stemmen of de personen? De personen moet ik even voor mezelf even op een rijtje zetten, zeg maar. Ja. Kijk, Lex is voor haar heel belangrijk. Toch? Ja, zeker. Ja. Maar je hoeft ook niet op Lex, toch? Nee, dat doe ik ook niet. Nee, maar kijk, je moet wel even weten. Je weet, als ik nu zeg dat ik op Lex ga stemmen... En de verhouding tot Maris en dat een aantal andere mensen hier gaat doen... en ze weet dat Lex op de bank komt te zitten... is dat geen fijne gedachte om daar hier nog een paar dagen mee rond te lopen. Klopt dat? Nou, weet ik niet. Lex zei vandaag natuurlijk wel dat ze naar huis wil. Dus ik moet even met Lex praten erover. Ja. Uiteindelijk trok ze het weer in, hoor. Ja, verrassend. Ja, vraag toen trok ze het weer in. Oh, ja. Wat. Dus alles wat ze een paar uur eerder zegt, is een paar uur later niet meer, hoor. In principe hebben zij 9 stemmen bij elkaar. 12. Überhaupt dat groepje. We zitten hier met 6, dus zij ja, maar Milène die gaat verdelen. Het zou hooguit kunnen zijn dat Brennan, denk ik, dat hij gewoon bij zijn stemmen blijft staan. Die gaat gewoon maar eens blijven stemmen. Shell, denk ik ook. Dus dan is dat het. Ja, weet je wat het is? Ik voel er helemaal niks voor op dit moment om op Milène te stemmen. Nee. Tenzij we pas niet aankomende week, maar die week erna stemmen. Dan vind ik het prima. En dan heeft ze de opleiding gehad. Dan heeft ze daarna nog een week hier kunnen laten zien wat ze kan. En dan vind ik het prima maar. En dan ook eventueel in overleg met haar. Want als ze dan nog het gevoel heeft dat ze nog een week of 2 nodig heeft om iets te laten zien. Ja. Maar Maris, zou jij mee kunnen met mij op show en dan weten dat zij niet naar huis gaat? Weet ik niet. Ik moet daar, dat zeg ik net. Ik wil daar echt even over nadenken. Ja. Want eigenlijk zie ik dat een beetje als enige optie. Momenteel. Ja, en als we dan van tevoren afspreken dat ze niet naar huis gaat. Mm-hmm. Kijk, aan de andere kant maakt het ook niet uit. Kijk, als jij bijvoorbeeld op Shelly wil stemmen en Maris wil gewoon op Milène. Het is dus niet helemaal waar. Hè. Kijk, en dat is dus precies waarom ik vraag hoe belangrijk is het. Want ontneem je ze niet die extra stem, dan kan het zomaar zijn dat je op dag 2 publiekstemmen 2 of 3 krijgt en dat iemand van ons naar huis gaat. Ja. En dan is, ja, ik heb het minst met die persoon in één keer niet belangrijk genoeg argument meer geweest om iemand van ons naar huis te sturen. Mm-hmm. En dat is een beetje waar ik mee zit. Maar ja, het is ook zo van, tot nu toe is er nog helemaal niks veranderd. In de zin van dat er een extra spelelement in komt. Ja. Dus we moeten er ook vanuit gaan dat het zo blijft. Nee, maar we gaan wel een andere strategie hanteren. En vergeet niet. Als we niet 2 mensen op de bank gaan zetten. Nee, dat klopt. Maar dat weten zij toch niet? Nee, oké, maar dan, je weet nu wel al dat je een extra risico gaat creëren. Want ze hebben een stem meer dan dat ze normaal gesproken zouden hebben. Mm-hmm. Maar ja, kijk, wij hebben altijd de luxe positie gehad dat wij het daar wel aardig over eens waren. Maar als we dat nu niet kunnen worden, ja, dan is het wel roeien met de riemen die we hebben.
Ja, tuurlijk, joh. Maar weet je, het is ook niet dat iemand van een ander verwacht om absoluut te gaan stemmen op iemand die echt heel erg graag mag, toch? Mm-hmm. Maar we zijn hier op dit moment nog met vier anderen en ik kan me niet voorstellen dat we ze alle vier geweldig vinden. En vergeet niet dat we morgen een borrel hebben om te vieren dat we de laatste 10 zijn. Dat zijn natuurlijk best wel eens een aankondiging. Beste Utopianen. Dit was het. Ja, jullie zijn de laatste 10. Jullie zijn alle 10 finalisten. Morgen wordt bekend wie Utopia zal winnen. Eind november. Ja. Maandje eerder. Ja. Ik ga roken. Dat zou niet zo heel erg leuk zijn. Maar is je jas. Wat? En hier aan de onderkant is hij helemaal vies. Nou, dat heeft hij net op de grond gelegd. Ach, slokje voor jou. Ja, het is wel koud, denk ik. Ja, maar ik vind het echt droog gestroomd. Riditiriditi. Ik wist niet dat het zo belangrijk voor me was. Is dat weer nieuw? Nou, ik wou het niet zeggen. Ja, ik had ook geen idee. Ze hebben een paar uurtjes met elkaar zitten schuren, maar voor de rest hebben ze er volgens mij helemaal niks met elkaar. Ik zeg. Wat dan? Ze praten wel veel met elkaar, hoor. Ja. Het dwars zit, toch? Ja. Ja. Lex is wel voor haar heel belangrijk. En ik merk, kijk, je moet je voor kunnen stellen, Jess, als je denkt dat je geen kans maakt op de titel en dat de finale eigenlijk voor jou niet heel erg belangrijk, weet je wel, de laatste 5 belangrijk is, dan wil Mariska gewoon haar geloofwaardigheid groot houden en het gevoel groot houden dat ze niemand pijn doet. En daar hoort een Lex ook bij. En ik kan me best voorstellen als iemand die, als ik die dicht bij haar staat en ook gewoon goed met Lex is en ik zeg dat ik op Lex ga stemmen, dat dat voor haar gewoon heel erg is. En dat ze dan Merel hoort en dat Gerrit dan ook uiteindelijk zegt, dat maakt maar geen probleem. Ik begrijp haar gevoelens daar wel, dat ze daarmee in de knoop zit. Want als jij die titel niet meer belangrijk vindt, je hebt al gedacht van, daar doe ik afstand van, want de kans is heel klein dat ik hem win. Dus dan sta je hier heel anders in. Ja, maar je zijn de mensen waar ze het meeste mee omgaat. Ja, dat ben ik met je eens. Ik had dan ten alle tijde gezegd van jongens, ik wil toch voor die laatste 5 naar huis. Zeg het maar, hoe gaan we ervoor zorgen dat jullie bij die laatste 5 gaan? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat verwacht ik gewoon van haar. En niks minder en niks meer. Ja, en ik denk dat... Ik verwacht echt van haar. Ja, en ik denk dat die verwachting te hoog is. Ja, dat denk ik. Jongens, ze heeft dingen tegen mij ook gezegd. En dan hoor ik weer allerlei andere verhalen. Ze is gewoon onbetrouwbaar. Onberekenbaar. Ik weet niet, ik vind het vreselijk, man. Ja, dit komt te emotioneel te dichtbij. Ik kan hier gewoon niet met mijn hoofd bij. Als je gewoon zoveel met mensen omgaat en je hoeft die finale niet te halen, zeg je, jongens, hoe weet ik zeker, wat moet ik doen om te zorgen dat jullie in de finale komen? Ik gun het jullie. Ja. Geloofwaardigheid. Dan moet je bij een oudere dag niet in je nest blijven liggen. Ja, dat ik soort dingen dat vind ik echt belangrijk voor je toekomst. Voor het beeld wat mensen over je hebben. Dat vind ik echt belangrijk. Ja. Nou ja, ik anders in staan. Nee, je staat daar niet anders gewoon, in. Ik zou gewoon alles voor iemand doen waarvan ik denk, joh, als jullie dit echt graag willen en ik geef om jullie, doe ik dit voor jullie. Maar dat niet alleen. Doe me niet wat. Vergeet niet dat als dus ieder zijn eigen ding gaat doen en we Lex op de bank zetten en we onvoorspelbaarheid hebben vanuit het andere kamp wie ze van ons op de bank zet. Dat maar is gewoon degene is die op de bank gaat zitten. En dat je dan, stel je krijgt publiek stemmen, dat Lex het ook gaat winnen, hè, van Maris. Ja. Ja, absoluut. Maar dat moet ze zich beseffen. Dat probeer ik haar net uit te leggen. Want op Ger gaan ze niet. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk echt dat ze weer op Maris gaan. En dan gaat zij dadelijk naar huis. Ja, en daardoor hebben wij dan een man minder en zitten wij straks ook nog in de problemen. Ja. Maar misschien moet ze er echt over nadenken. Moet ze het echt even laten bezinken. Ik weet het niet. Ja, ik vind het met Maris, ik vind het gewoon allemaal zo moeilijk, joh. Hoe kan je dan bij dit soort dingen zo ingewikkeld zijn, terwijl je aan de lopende band leugens de wereld in hoop en allerlei dingen aan het opfokken bent. En dit vind je dan lastig. Dan denk ik, ja, er is een hele andere kant van de wereld die je hoog moet houden. Nou? Goedheid. Dank je. Ik niet nog meer dan jou vandaag. Ja, ik denk dat ze zich voorkomen vergist. Ja, je moet met haar praten, hoe daarin staat. Ik ga het sowieso ook doen. Helemaal vergist. Nou, ik denk dat het voor haar gewoon is zo van, kijk, als je, als er,
Ik begrijp jouw gedachte heel erg, maar ik denk dat zij daar dus anders in staat. Ja, denk ik ook. Ja, dat denk ik echt. Maar boeit ja, dan haar boeien wij haar dus helemaal niks. Nou, ik denk dat jou, jij boeit haar wel. Het enige verschil is dat alleen ze voor in dit opzicht voor haarzelf kiest. Omdat ze ook nou, naar Lex toe. Eigenlijk ook niet, want zij kan, maakt nu eigenlijk net zoveel kans om naar huis te gaan als bijvoorbeeld Lex. Ja, en ik denk heel stiekem dat ze, dat ze het op zich wel erg vindt, maar aan de andere kant ook. Wat voor zij dan Lex? Nou, dat, kijk, als zij kijk, op Lex moet stemmen, of dat de kans is dat zij naar huis gaat, dat ze daar heel erg in twijfelt. Dat komt allemaal heel dichtbij. Ja, maar niemand vraagt dan uiteindelijk om op Lex te stemmen. Nee, maar kijk. Dat, heel eerlijk, laat staan. Hè? Ik zou hier met een groep mensen zitten. En dat zijn mensen van wie ik geef. Maar er zit. Ger had hier bijvoorbeeld niet gezeten in deze groep. En Ger die loopt naar buiten. En ik ben met Ger heel goed. Maar ik ben met deze groep ben ik ook. Ook dat zijn. Weet je wel, maar daarbuiten zit nog één iemand. En ik denk dat dat voor Mariska Alexandra is. Dan. Lexi komt bij haar. Ik wil naar huis. Ik ga stemmen. En jij moet een paar dagen. Ik kan me ook een klein beetje voor Frenny voorstellen. Als je de hele dag met haar omgaat. Dat je dat lastig vindt. Want als Lex dan een bepaald moment. Die komt. Die heeft jullie ook in verder geholpen. Die gaat dan daar straks. En dan moet Mariska met haar de hele tijd praten. Ik denk dat ze dat niet volhoudt. Nou heel eerlijk. Ik denk het niet. Zij vindt dat veel te lastig, want dan weet ze eigenlijk, nou, Lex die heeft een hele grote kans om de volgende keer naar huis toe te gaan. Daar moet ik dan mee praten. En dan straks zit ze op de bank en is straks teleurgesteld in mij, want ik heb dit geweten, bla bla bla. Waarom heeft ze me niet gewaarschuwd, bla bla bla. Dat soort dingen ga je krijgen. Heeft iemand van jullie al eerder geopperd om op Lex te gaan? Ik sinds nu. Oké. Okay. Want ze heeft het al sinds Jordi weg is over dat zij denkt dat ze naar huis gaat. Ja, maar zij dacht al. Ja. Ja, omdat ze zich zo achterlijk heeft gedaan. Zij weet donders goed dat ze zich debiel gedraagt. Want zij dacht al dat het andere groepje met Andrea nog op haar zou gaan. Door dat grapje met mij. Toen dacht ze dat al. Zij zei, ze gaan op mij. Oké. Okay. Moet je wc-papier? Nee, het zit hier zo. Maar uiteindelijk gaat iedereen. Bedankt voor je input. Zo. Dus ja. Ik voel ook niks voor Milène uitsturen. Ik vind Milène überhaupt een kaart die je altijd nog kan spelen. Nee. Kijk, als ze. Zo niet voordat ze echt klaar hier is. Nee, eerst lopen we er allemaal te pushen dat ze iets moet gaan doen. En nu doet het meisje stinkend hard de best. Ja. Is het dus een muts aan het breien op een zaterdagavond? Ja, nou, ik vind dat knijterhard en daar ga ik absoluut niet mee. Nee. Want dat vind ik echt knijterhard. Want ja, en in deze situatie dat je in eerste instantie wordt masseline huizen, bla bla bla. Ja. Dan is ze uiteindelijk zover, dan is ze een opleiding. En dan zou je er dan lekker. Maar dat is van Maris toch ook? Die geeft haar dus ook eerst een trap onder de hol van je moet wat gaan doen. Dat meisje doet dat nu, wat we allemaal al maanden van haar vragen. En op het moment dat ze dus dat gaat doen, gaan we er naar huis trappen. Nou, dat vind ik echt oneerlijk. Maar het zegt inderdaad wat hij zegt. Maris heeft gewoon geen zin in kwaad bloed en die zoekt de weg van de minste weerstand. Nee, maar weet je wat het beste is? Maar dat is in dit geval niet eens het geval. Je kan dit gewoon op dit moment niet verantwoorden aan Milena. Nee, maar nee, ik helemaal niet. Ik voel daar echt niet. Nee, maar, van en als zij dat wel kan, zij dat lekker ik gaan doen. Ik ga het ook niet doen, hoor. Nee, echt, ik doe het. Ik ga echt niet op Milena stemmen. Dan krijg je me weer gezeik, maar ik heb daar geen zin in. Nee, ik doe het niet. Weer gezeik? Wanneer dan nog meer? Nee, vorige keer toch? Andere mensen allemaal. Daar heb ik geen zin in. Ik ga niet kloppen. Ja, ze kan het beste denk ik gewoon met mij meegaan. En dan weten we dat Shelly gewoon niet naar huis gaat. Dat zij en ik dan positief stemmen op Lex. Zodat het haar een beetje een gevoel geeft of zo. Maar dan weet je. Lene, Brandon, Lex en Shelly heb je. Ja, weet je wat de situatie waarin Lex op de bank zit, daar voelt ze zich gewoon niet goed bij. Nee. Ja, maar die zou ze moeten accepteren. Kijk, weet je wat het ook is? Ze weet toch zelf ook wel dat Lex de laatste 5 niet gaat halen? En ze wil zelf niet eens bij de laatste 5 komen. Dan is toch gewoon je enige belang om te zorgen dat wij... Wat? Huh? Riske weet meer. Nou, ik weet niet meer. Ik observeer gewoon de gesprekken die ik zie. En als jij zegt dat je haar bij de laatste 5 wil hebben, toen destijds,
En dat je tegen haar zegt van, goh, ik waardeer heel erg dat je Kees had. Dan zie ik haar wel glunderen. En dat zegt wel iets over haar, dat ze dat fijn vindt, dat ze gewaardeerd wordt door de dingen die er gezegd wordt. Alleen, zij vindt het heel lastig om de dingen die zij gezegd heeft en hoe zij daar verder in staat. Ik interpreteer het op mijn manier, hè. Dat heeft niet zij letterlijk gezegd, dat zijn mijn interpretaties. Dat zij dat heel lastig vindt, want op een bepaald moment komt er een moment dat zij met mensen die om ze heen en de uitspraken die zij heeft gedaan, dat zij concessies moet gaan maken. En dat vindt zij lastig. Ja, maar Joost heeft 100 keer tegen me gezegd, ik wil je niet bij de laatste 5. Ja, dat klopt, maar... Ik heb me erin mee. Aan de ene kant, ja. Tot een paar dagen geleden had ik het idee van, ik wil maar eens bij de laatste 5 en nu niet meer. Okay. En dan ga ik ook niet meer in switchen. Het is ja, gewoon dan denk ik, ja. 100 keer tegen me gezegd, ja nee, maar ik wil het niet. Ze wil naar de Hollandse avond wel zijn huis, heeft ze tegen mij ook heel vaak gezegd. Ik heb het idee, dan kan het dood paard aan het geven. Ik hoef iemand niet te vertellen, ja je wil het wel, terwijl ze de hele tijd vertelt, je wil het niet. Ja, ik weet nog niet of ze het wel of niet wil, maar ik weet dat ze de eer die jij haar geeft en dat je dat heel graag wil en waarom dat je dat uitlegt, dat de uitspraken die jij daarbij doet, dat ze die heel erg waardeert. Ja, maar dat vind ik ook echt belangrijk. Ja. Alleen ik vind ook heel veel andere dingen vind ik echt vreselijk. En waar was ik in dit verhaal, Jess? Dat je haar bij de 5 wilde. Dat heb ik toch vanochtend tegen je verteld? Ja, maar niet op die manier. Dat je zo erg aan het twijfelen was. Of in ieder geval wilde dat zij erbij zou zitten. Over dat van Kees? Ja, natuurlijk heb ik dat wel tegen je gezegd. Nee, maar niet dat je wilde dat zij erbij zou zitten. Je zei, je twijfelt tussen ons. Ja? Nee? Nu noem je mijn naam niet. Nee, goed. Ja. Dat was jij geweest op Mariska. Okay. En ik hecht heel veel waarde aan dat van Mariska. Van Kees. Oké. Okay. Vind je dat ik dat moet verantwoorden? Nee hoor. Ik heb je toch verteld hoe belangrijk dat voor me is? Ja, dat wel. Oké. Ja. Maar het mag wel gevraagd worden. Tuurlijk. Ja, tuurlijk mag het gevraagd worden. Maar ja, als ik uit heb gelegd hoe belangrijk dat voor mij is met Kees. Tuurlijk, maar... Maar Fren is toch ook belangrijk voor je? Jawel, maar wat ik ook vanochtend tegen Fren heb gezegd is, dat is iets van buiten. Wat heel belangrijk voor me is. Mm. En dan vind ik buiten toch anders dan binnen. Ja, lastig. Maar uiteindelijk als iemand 100 keer zegt, nou 100 keer is overdreven, maar regelmatig zegt ik hoef niet bij de laatste 5 te komen. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van wel? En uiteindelijk moeten er wel mensen bij de laatste 5 zitten die het ook echt graag willen. Niet mensen als een boer met kiespijn. Tenminste, dat lijkt mij tenminste. Nee, duidelijk. Dus conclusie? Ja, nee, want Maurice is er niet. Toch? Ja, maar die wil er ook niet over praten. Ik denk dat we de vergadering moeten schorsen. Ja. Ik schors hem ook bij deze. Ja, dan ben je mee. Ja, zo komen. We hebben, ja. Is meer wel geïrriteerd. Nou ja, weet je komt er niet uit. Dat is de conclusie. Het moraal van het verhaal. Ik zit op mijn zender. Sorry. Mijn zender is me heel duur. Ik heb het ook wel niet. Maar als jullie zelf niet bij de laatste 5 zouden willen horen, en de mensen waar je echt goed mee bent, die willen dat allemaal wel. Ja. Dan zeg je toch van, joh, hoe kan ik jullie meehelpen? Ja, bij mij hoef je het niet te vragen. Bij mij weet je wel wat ik zou doen, toch? Ik zit niet in de situatie, dus ik kan wel denken dat ik dit zou zeggen, maar dat zou ik niet weten. En als ik heel eerlijk mag zijn, als je weet pas hoe dat is en hoe dat, wat je gaat zeggen als je er ook echt in die situatie zit. Ja, dat vind ik dus niet. Ja, dat vind ik wel. Een leven achter je hoofd, waarin je heel vaak hebt kunnen bewijzen en jezelf kunnen laten zien of je in dit soort situaties loyaal bent of niet. Ja, dat snap ik, maar ja, heel eerlijk gezegd, ja, zou ik ook niet weten hoe ik daarbij zou reageren. Hm? Oh, ja, ik wel. Ja, weet je wat een beetje jammer is? Ja, kan ik ook wel niet zeggen. Niet. Jammer. Het is wel belangrijk dat je weet dat je op elkaar kan bouwen. Ja.
Dat gevoel heb je nu zeker niet. Heel eerlijk, ik denk dat je Mariska moet laten vieren en haar eigen keuzes moet laten maken. Ja, ik ga er ook niet forceren om een andere keuze te maken. Ja. Alleen ik had wel een andere verwachting. Ja, maar die kan je wel uitspreken. Dat heb ik best wel vaak al gehad. Ja, nou, maar die kan je wel uitspreken. Maar dan zou ik gewoon denken van, maar laat de rest alsjeblieft vieren. Ja, ik vind het alleen zo'n teleurstelling. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Dat begrijp ik ook. Maar ja, alleen gebaseerd op dat ik het zelf nooit zou doen. Mm-hmm. Ja, en er zijn mensen op de wereld die anders reageren. Anders was leven wel heel makkelijk. Makkie. Ja, of moeilijk. Huh? Of moeilijk. Als iedereen hetzelfde is. Och. Nou ja, dan kun je in ieder geval wel een verwachtingspatroon schetsen. Ja, nu is dat moeilijker. Dus het houdt spannend. Je hebt hier te maken met echte mensen. Zit je nou mijn hoofd te douwen dan? Ik wou Hiske zien. Oh! Ik dacht, je bedoelt, ik ben geen echt mens. Hoor op je. Oh, gadver! Deed dat nou echt in mijn mond? Beetje hoor. Wat ik gewoon niet heel erg goed begrijp is, alle vorige keren was ze heel fanatiek ook op papiertje stemming aan het schrijven. Ja. Dat wordt nu lastig, hè? Oh ja. Ja. Rode appels zijn eruit, hè? Yes. Deze dus mee omdat het er allemaal nog makkelijk afging. Ja, ik denk dat het nu te dichtbij komt. Ja. Gevoel. Vreselijk iets, hè? Daar heb ik echt last van. Nou, trouwens, ik ga straks natuurlijk verhuizen naar de caravan met Brendan en Lex. Wordt ook leuk. Maar ja, aan de andere kant. Straks kwijt. Nee. Auw! Ja. Aan de andere kant, Brendan stemt ook zijn maat naar huis waar hij misloopt. Ah. Dus, ja. Kan ik gewoon ook doen, toch? Ja, inderdaad, ja. Maar ja, Brendan heeft natuurlijk wel gekozen voor degene die je toch niet gaat redden. Ja. Laten we er heel eerlijk over zijn. Met Jordi. Dat Jordi de laatste 5 minuten gered? Nee. Nee. Dus ja, dat is Shelly ook niet. Dus, dan, maar ja, ik denk dat hij bij Shelly nog wel een mogelijkheid ziet. Ja, het moet allemaal wel heel erg graag lopen. Man. Maar. Ik wil Shelly heel graag bij de laatste 5. Grapje. Oeh! Nasty bitch! Jij! Nou, ik zat wel net niet te denken, ja. Ik wil ook wel eens wat. Maar... Iemol. Bijvoorbeeld. Maar... we moeten wel rekening houden dat er publiekstem of iets bij kan komen, toch? Er gaat toch iets veranderen? Kan toch niet anders? Jesse, opperhoofd eerlijk. Kapitein. Wat is de koers die we moeten varen? Vaarwater. Hoeveel publiekstemmen waren er in één? 3 lossen. Jij was toch van 1? Nee, ik bedoel in de finale. Ja, gewoon bij het negatief stemmen waren er 3. Doe je net zoals anders 3 losse stemmen. Ja. Ik heb nog niet gehoord. Ik. Ja. Ja, ik heb je ook niet gezien. Nee. Zou ik mijn hele lijf blijven. Maar heel eerlijk is, ik denk niet dat ze komen. Nee? Weet je deze fles nog? Ja, die is groen. Nee. Weet je nog wat ik van haar wilde doen gisteren? Nu wel? Nu wel? Ik weet ook niet of... Weet je wat het... Nee, ik denk niet dat ze komen. Ik hoop het niet. Ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat ze niet komen. Mathis, s'il vous plaît. Wij mogen de laatste 5 bepalen, jongens. Dat mogen wij. Krijgen we een soort brief dat wij de mogen bepalen. Ja, maar ja, het is heel vaak hier heel moeilijk geweest. En nu is het heel makkelijk. Is 1. Nou, ik denk dat die laatste 5 nog helemaal niet zo makkelijk te bepalen is. Trots.
Komen we misschien nog best wel weer dat iemand een vrijstelling straks heeft. Laat staan dat... Ja. Nou. Dat gebeurt als je nog met 6 bent. Ja. Laatste stemming. Ja, bijvoorbeeld. Of met 7. Met 8. Maar dan krijg je 1 vrijstelling. Dan is er gewoon eerst een ander aan de beurt. Ja, maar... Ja, er komt echt nog wel... Er krijgt echt nog wel of wat anders. Ja, of iemand krijgt meer stemmen. Ja. Wat doen we als er zoiets als een golf op het veld komt te staan? Robben. Wie gaat er naartoe en wie pakt hem? Ik sla nergens op. Of het nou positief of negatief is. Je kan hem beter in eigen weer hebben. We hebben mensen genoeg om 3 stemmen te missen. En 3 stemmen extra zou wel heel lekker zijn. En bij hun kunnen we het niet... Dan is Maris toch? Je heeft toch niks te verliezen zo? Ja, nee, maar dat doet ze dan weer niet. Ze heeft niks te verliezen. Ligt weer op mijn zender. Sorry. Nee, maar het is wel zo. Ja, maar ik wil toch niks spreken. Nou, dat... ik heb toch lief voor je zender? Nou, dat denk ik niet. Wel voor mijn piemel, maar niet voor mijn zender. Waarom denk je dat? Weet ik. En ik denk dat je haar gewoon moet laten vieren en haar eigen keuzes moet laten maken. Ga maar voor mijn rudekkertjes. Je moet rustig met haar praten, maar dit hier... heb ik geen zin. Grapje. Nee. Is ook niet. Weet je wat het is? Het is halverwege de 30 en ik kan toch zeggen, hé jongens, ik voel me hier niet zo goed bij of zo. Nee, dat vindt zij heel lastig. Of voer dit soort gesprekken even waar ik niet bij ben. Ik ga roken. Ja. Ik vind het, is moeilijk in de omgang, jongen. Daarom denk ik ook dat jullie een heel leuk stel zouden zijn. Nee, echt niet. Jesse en Mariska. Allemaal hier naar buiten. Wat is Poes eigenlijk aan het doen? Huis nummer 137. 137. Ja, Merel weet ik veel, die is geïrriteerd. Die is opeens weg. Ik heb hem niet eens weg zien gaan. Echt niet? Nee! Jawel. Die zat daar net. Heb je er echt niet? Nee, en dat is Hiske. Oh, verrek. Ik zie soms ook... Verhip? Nee. Ik ben er niet eens op. Hey. En niet slaan. Ik vind dat ze mensen niet gewoon zelf aangeven waar ze mee zitten. Door moet vragen. Ja. Bijna tot irritant zijn dat je door moet vragen. Is het nu goed? Ja. Ja. Dat zal ook allemaal wel. Gij. Hé, die speaker van de Senatechecks ligt onder Maristenbed. Ja. Die heb ik nog nooit gezien. Het is altijd daar. Zit ik nou op dat bed? Zijn jullie aan het frunniken? Nee. Maar eigenlijk niet. Wat is er dan? Ik ga weg. Hoezo? Ja, dat vind ik vies. Hoezo? Wat doet dat niet? Dan wil ik meedoen. Moeten we niet hebben. Wel warm hier. Als ik jou was, Jess, zou ik even met haar gaan babbelen. Maar met een paar ogen aan te kijken, je moet me niet meer te lang aankijken, want anders wordt... Nee, ja, ik weet niet of ik daar nu wel zin in heb. Oké, dan moet je het lekker niet doen. Ja, of jij moet het idee hebben dat ze nu erg behoefte aan hebt. Maar ik ga tegen haar zeggen, wat ik net zeg. Ongenuanceerd. Oké. Okay. Ik had eigenlijk verwacht van jou dat je gewoon ervoor zou zorgen dat wij in de finale komen. Jij wil er niet in, wij wel. Ja, dat is niet... Vraag, hoe kan ik de dienst aan jullie bewijzen? Oké. En ik wil het ook best wel op een andere manier met bespreken, dat ik denk dat meer zin heeft. Ja. Maar dat is niet nu. Oké. Duidelijk. Als het batterijtje eruit is. Zo. Nee, ik begrijp dat gewoon niet. We weten best wel heel veel dingen van elkaar. En ik ook van haar en haar verleden. En ze heeft me in het begin ook tijdens het bouwen best wel heel veel dingen verteld. Ja. Maar ook over ons. En ik kan dat gewoon dan niet begrijpen. Ja. Maar misschien moet je dat ook uitleggen. Ja. Ik vind dat dus Mariska een beetje onberekenbaar. Ik zou dat ook tegen haar zeggen. Wat? Dat je haar onberekenbaar vindt. Ja? Ja. Ik denk dat ze met die feedback wel wat kan. En dat ze vaak als je haar iets tegen haar zegt hoe je er daadwerkelijk over denkt, doet ze er op zich ook wel wat mee. En het, ik weet niet. Ik heb ook... Maar dat is dus inderdaad wat je zegt. Ze is met name bezig met een bepaald soort van...
image repair. Het is niet eens image building meer. Mm-hmm. Maar gewoon meer het herstellen van dingen die daarvoor zijn gebeurd. Ja. Ja. Ja, en uiteindelijk is het haar goed recht. Ik begrijp het ook wel. Het coach hier niet met, als je hier weggaat, weet je wel, gewoon met de dingen die je hebt gedaan, dan wil je zo goed mogelijk die poort uitlopen. En ik denk dat ze daar heel erg mee bezig is. Maar we zijn nu op dit moment in de finale beland. Ja. En als je daarvoor het een en ander moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen die je echt graag mag in de finale komen, dan is dat gewoon wat je moet doen, punt. Ja, en dat is dan hoe ik erin sta. Ja. Zou het wel een van de uniek wezen of zo zijn? Man down, I repeat, man down. Waar is dit nou eigenlijk voor, Ger? Dit is om... Om mij op te hangen, ja. Ja. Nee, nou, serieus. Om jou te misleiden dat dit de strop is, maar de strop daar is. Nee, maar is dit voor de deur? Om dicht te laten vallen weer? Nee, dat is een beveiligingskoord. Dus mocht de deur bijvoorbeeld wel loszitten en bloop, binnen naar buiten vallen, dan valt de tent niet uit elkaar. Oh, dus dat is dit eruit. Ja. Ja. Als jij een dure rekening... Dat is op zich best wel handig. Als jij een dure rekening wil hebben, dan kan dat. Wat? Ja. Dat maakt mij geen drol uit. Ik red me wel. Een dure rekening? Ja. Een hoge rekening? Wat bedoel je? De rekening die hoog en duur is, ja. Duur. Schattig. Wat ga je doen, snot koken? Ik ga roken met jou. En dan laat je dat meisje zo opgewonden in je bed liggen? Ja. Doe jij toch ook altijd? Oh, nee. Maar kijk wel even. Misschien dat ik vanavond nog met je praat en anders morgenochtend. Spin. Dokter. Mattie, s'il vous plaît, Mattie, s'il vous plaît, man down, I repeat, man down. Ik heb normaal gesproken zou het ook niet ingewikkeld zijn en zou ik zeggen, joh, dan ga ik mee op Milan, ik vind het prima. Maar in dit geval, ik kan het gewoon niet over Maarten verkrijgen. Nee. Hé? Nee. Gevoel? Had je niet, maar hart wel. Nou ja, kijk, in deze situatie wel. Kijk, als ik voor de rest... Milan is heel vaak ook aangesproken op ga eens wat doen. En nu is ze ergens mee bezig. En die kans geven we er. En daar zijn we allemaal super enthousiast over. Ja, dan vind ik ook dat ze het af moet kunnen maken. Anders ben je gewoon hypocriet. En dat is dus hetgeen wat ik echt niet wil zijn. En voor de rest kan ik op iedereen van het andere groep stemmen. Dan boeit me geen flikker. Hier. Hop, loop, hallo! Jij blijft liggen. En als Gert terugkomt, heb je je broekje uit. Baby. Oh, dit is echt heel fout. Jij blijft ook liggen. Bah, dan heb jij lekker niks over te zeggen. Oh, nee? Dag, Gerrit. Dag, Gerrit.